Zo, een hele goede avond en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is alweer maandag. Het gaat allemaal zo snel, jongens. Ik moet het even precies uitrekenen, maar volgens mij nog een week of 3, 4. En dan vlog ik alweer een jaar. Ik kan niet geloven dat ik vorig jaar, dat het alweer een jaar geleden is. Het gaat zo hard. Maar jullie hebben nog wat van me te goed. Dus ik ga deze week nog even beginnen met de matroeska's te laten zien. Allereerst heb ik natuurlijk deze gekocht van Harry Potter. En dan de grootste is Harry met Hedwig. En dan maak je hem open. En dan krijgen we Ron. Ja, het zijn niet hele goede plaatjes, vind ik, maar... Ik ben gek op matroeska's. Ja, een Harry Potter matroeska. Je herkent er bijna niet. Maar het is Hermeline. Ik zal het even zo doen. Anders focust die continu op mijn hoofd. En dan hebben we er nog één. Dat is Hagrid. Of Hagrid. Noemen jullie hem Hagrid of Hagrid? Ik Hagrid, denk ik. Of Hagrid, ja, ik doe het allebei eigenlijk wel. En dan hebben we hier een, goblin of zo. Ik weet niet wat het is. Zo'n medewerker van Goudgrijp. In ieder geval ga ik even vanuit de grijphaken ze, denk ik, of zo. Nou, dat was de laatste. Dus dit zijn er 1, 2, 3, 4, 5. Hier zitten er 5 in. Dan gaan we over op deze. Die vind ik ook heel tof. Die is best wel groot. En daar zitten natuurlijk gewoon... Hoe van een enge geluid. Zit iedere keer dezelfde in. En dan is dit de kleinste. Kijk hoe schattig. En dat zijn er dan... even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hè? Kijk hoor. 1, 2... Oh nee, die hoort natuurlijk niet bij. Dus die andere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 7. En dan hebben we hier de laatste. Die vind ik ook wel erg leuk. Oeh, wat een geluid. Nou, die zal ik ook even uit elkaar halen. Nou, en daarvan is de kleinste... Deze. Haha. Is toch niet te geloven? Mag ik nu weer scherp? Dank u. En dit zijn er dus 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Echt heel erg leuk. En waar is nou dat? Oh ja, hier is dat allerkleinste. En dit is dan de grootste. Gaaf, hè? Die heb ik dus gescoord op de bij de kringloopwinkel. Mijn vader die was daar, die belde op. Die weet dat ik het natuurlijk leuk vind. Dus die vroeg of die ze voor me moest meenemen. Nou, graag. Dus ik ga ze weer even opruimen. Goedemiddag, dinsdag vandaag. Ik heb gewerkt, ik ben net thuis. Ik heb ook lekker gegeten al bij mijn ouders. En er lag een AliExpress pakje in de... brievenbus. Dus die wil ik eigenlijk even... Nou, unboxen heb ik hem al gedaan. Maar even aan jullie laten zien. Even zo doen. Hoe cool is dit? Dit is weer een... Dit was een pakketje wat ik besteld heb. En dan heb je hier dus weer zo'n Nightbus ticket. Maar deze ticket is dan weer heel anders dan het ticket wat ik al heb. Dus die komt daarbij. Hier staat ook de Nightbus op.
Hierachter, je hebt die andere geloof ik ook maar weer een andere afbeelding of zo. One passenger for a single journey. Ik vond hem echt heel leuk. En de achterkant is dan ook wel weer gewoon wit. En dan hebben we deze. Die is voor de Hogwarts Express. Even kijken wat er nou op staat hoor. Oh, ik kan het niet helemaal lezen wat hier staat. Ik ga dat... Nee. Vond ik wel grappig. Maar waar het me eigenlijk om ging is deze. De toelatingsbrief. Hoe cool is dat? In echt dat smaragdgroene lettertype waar ze het in het boek over hebben. En dan op de achterkant ook echt hier het logo met het zegel. Maar die moet ik dus nu wel verbreken. Kijken of me dat lukt. Want volgens mij zit er ook daadwerkelijk, ja, oh, hoe cool is dat? Een brief in. Dat vind ik wel echt heel grappig. We're pleased to inform you that you have placed Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. Terms you can in 1 September. We await you. Your owl by no later than 31 of July. En McGonagall. Kijk dan. Ik vind dat echt grappig. En dan zit er daarachter nog echt zo'n... Dat lijstje van het eerste jaar. Newt Scamander. En dan ook weer. Ik vind het geweldig. Echt zo leuk. Vond ik gewoon leuk om te hebben. Maar nou wil ik er eigenlijk nog één bestellen. En die dan dicht laten. Want nu is dat zegel natuurlijk verbroken. Dat vind ik dan ook weer een beetje jammer. Maar goed. In ieder geval leuk. Ik ga vanavond niet meer vloggen, want ik heb toch niet zoveel te doen. Ik wil opruimen, ik wil douchen, ik wil me klaarmaken en op tijd naar bed. Want morgen is mijn shopsessie met Sarah. En dan hebben we om 9:30 in Hoogkaterijnen afgesproken. En ja, dan ga ik natuurlijk wel morgen best wel veel vloggen. Dus om dan de totale weekvlog niet te lang te laten, wil ik... daar gewoon wat ruimte voor reserveren. Dus ik zie jullie gezellig morgen weer. Goedemorgen. Het is woensdagochtend en het is 8:15. En ik ben er al helemaal klaar voor. Ik zei net tegen Suus, ik voel me net een kind die op schoolreis gaat. Ik ben er gewoon een beetje zenuwachtig voor. Ik weet ook niet waarom. Maar goed, vandaag staat de shopsessie met Sarah op het programma. Daar heb ik heel erg veel zin in. We hebben om 9:30 afgesproken in Hoogkaterijnen. Dus ik heb nog alle tijd. Maar goed, ik moet ook nog ontbijten hoor. Ik heb even een koffietje gedronken vanochtend. Toen ben ik gaan douchen en aankleden en opmaken en doen. Ik heb iets aangetrokken wat ik al lange tijd niet aan had. En wat weer past en wat weer lekker zit. En deze broek. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Zo, nou, ik ben in Hoogkaterijnen aangekomen. Daar staan. En dan ga ik nu maar even appen waar Sarah is. Maar het was wel een onderneming hoor. Ik heb buiten geparkeerd op een invalide parkeerplaats. Maar ik moest naar boven. En ik wist niet precies hoe. Ik ben hier ook al echt zo lang niet meer geweest. Nou, ik ga op zoek naar Sarah. Hoe ga ik dit doen? Dit ga ik zo doen. Ja. Zo, nou, we zijn inmiddels al een poosje bezig. Kijk, ja. Sarah is er ook. Yes. Even wat hoger. De ruimte hier. Ja, we zijn bij de Primark. Primark, weet ik whatever. We zijn al bij Paprika geweest. Daar heb ik al een aardig leuke score gedaan, maar die ga ik jullie thuis laten zien natuurlijk. En we zijn nu bij de, en dan ga ik mezelf even zo filmen, deze jurk bij de Primark en ik ben er echt zo blij mee. En deze had ik zelf nooit gekozen. Sarah zei probeer hem nou, dus toen dacht ik oké, nou, deze gaat zeker mee naar huis. Ik vind hem echt heel tof. Ja. Onverwacht
verwacht. Dat is ook leuk tussendoor, toch? Ja, zeker. Zeker. Ja. Nou, en voor de rest is het gewoon heel gezellig. Het was even gedoe om naar een wc op zoek te gaan. Maar inmiddels hebben we gehoord dat dat waarschijnlijk hier kan. Ja. Dus Primark, jullie zijn echt goed bezig. Ja, ze zijn hier echt super vriendelijk. Ja. En het is gewoon heel duidelijk en zo. Ja. Ik ben heel goed ingesteld op mensen in een rolstoel. Daar ben ik echt, blijf me over verbazen. Het is echt heel goed geregeld hier. Super fijn. Maar goed, ik ga even naar de volgende auto zien. Het is ook heel lastig. Zo, zie je me met licht? Ja, jou echt totaal niet, want het hoogteverschil is wat. Als je wil, graag. Want het hoogteverschil is echt te erg. Oeh, ik kukkel bijna. Oh, dat moet je niet doen. Ja. Maar we zijn geslaagd. Toch? Ja, ja. Bijna alles van je lijstje. Ja, we hebben bijna alles. Kijk, daar zit het in. Maar dat ga ik natuurlijk thuis even goed laten zien. Missie Rock staat nog open. Ja, die hebben we helaas. Ik weet niet of ik online wat kan vinden, maar er was niet zoveel aanbod. Nee, allemaal te lang voor mijn korte lijf. Dus dat giet niet op. Maar ik vond het in ieder geval super leuk. Dus, ja, ik ook. Ik hoop dat je er gewoon heel blij mee bent. Ja, zeker. Dankjewel. Ik ben benieuwd naar foto's als je het gaat dragen. Absoluut, die ga ik je zeker sturen. Ja, sorry, ik was even afgeleid. Ja. Even kijken of die man hier moest niet op je afrijdt, dat is ook niet handig. Nee. Nee, dat is echt heel erg leuk. Ja, ik ben ook blij dat je in ieder geval enthousiast was over de dingen die je past en zo. Ja, zeker. Ja. Ik vond het heel leuk. Echt leuk. Goed, nou ga ik de auto weer opzoeken. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb gelijk even mijn nieuwe jurk aangedaan. Die heb ik even aan mijn ouders laten zien. Oh jongens, dit geboor. Ik heb er zo chagrijnig van. We zijn nu al weken bezig hierboven. Het is ook maar gewoon een tweekamerwoning. Dus ik weet niet wat ze er allemaal aan doen zijn. Maar het is wel een beetje moe van. Nee, niet boven, beneden zijn ze bezig. Maar goed. Weer thuis. Het was verschrikkelijk leuk met Sarah. Echt, ze is zo leuk. Ze is professioneel, ze is kundig. Ja, echt heel erg tevreden over haar manier van werken. Dus dat is heel fijn. En het klikt ook gewoon wel. Dus het is ook wel echt gezellig. Ik voel me erg bij haar op mijn gemak. Dus dat is ook altijd fijn. Ja, het is toch een veel jonger iemand. Dus dan moet je altijd maar even afwachten. Maar dat lukt aardig. Dus nu ga ik even wat drinken, even weer een beetje chillen en dan straks eten. En vanavond komt mijn moeder even helpen met wat dingen opruimen, dus dan kan ik ook nog wel even filmen natuurlijk. Maar goed, eerst eventjes een beetje bijkomen. Hallo, het is alweer uren verder. Mijn moeder is geweest, we hebben opgeruimd. Maar het was een beetje te hectisch om dat ook te filmen, maar ik kan wel even wat resultaten laten zien. Want hier staat het resultaat van wat er allemaal weer naar de kringloop gaat. Nou, daar heb ik nog knutselspullen, maar die moet ik nog even een plekje geven. Hier stonden mijn Harry Potter spullen, maar die zijn hier nu weg. En wat meer dingen zijn weg. Ik heb er wel die andere waaier nog neergezet. Die heb ik van een collega gekregen, dat vind ik wel leuk. Dus die ga ik daar nu neerzetten. Dat is afval wat straks weggaat. Kijk hoe leeg mijn tafel is, jongens. Het zit nu allemaal in dit kastje. Hier moeten die andere Diamond Paint spullen ook nog bij. Dit kastje is helemaal opgeruimd. Deze laadjes hebben we helemaal opgeruimd. Ja, er zitten nog prulletjes in hoor. Maar wel georganiseerde prulletjes dit keer. En als je dan denkt, waar zijn je Harry Potter spullen heen gegaan? Nou, daar, in dat vak en in dat vak. Hier staat die brief en het boek. En hier staan al die losse kaartjes en mijn toverstok en een bril. En dan heb ik hierboven staan nu mijn matroeska's allemaal. En die van Harry Potter staat daarbij. En de rest staat allemaal hier. Dus ja, daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Ik heb nu hier. Hier heb ik nog een vakje van het bruiloft. Maar die komt op termijn denk ik wel leeg. Maar ik vind het nu nog wel leuk om even te laten staan. Hier heb ik nu een leeg vak. En ik denk als ik dan nog. Ik wil nog wat meer Harry Potter spullen. Dus dan verhuis ik die Boeddha's waarschijnlijk naar beneden. En dan kan daar nog een
Harry Potter vak bij. Maar pas als ik er natuurlijk spullen voor heb. Oh ja, en die lijsten staan nu hier zo. Ben ik er weer? Nou hoop ik dat hij dat opgenomen heeft. Maar ja, superleuk dus. Ik ben er helemaal blij mee. En nu ben ik echt heel erg moe. Dus ik zie jullie morgen weer. Een hele goede avond. Het is vrijdagavond. Ja, het laatste wat jullie van mij gezien hebben is woensdag volgens mij. Maar dat komt omdat ik gisteren echt zo'n pijn in mijn benen en in mijn rug had. Het was echt niet grappig meer. Ik heb gisteren wel gewoon gewerkt. Vandaag ook overigens hoor. Maar vandaag had ik niet zoveel last. Gisteren was ik naar mijn werk gegaan. En ben ik echt een uurtje eerder naar huis gegaan. Omdat ik het niet meer uit kon houden van de pijn. Toen ben ik thuis gekomen. Ben ik een uurtje plat gaan liggen met een tramadol. En dat hielp wel enigszins. Toen heb ik nog even bij mijn ouders gegeten. En toen ben ik naar huis gegaan. En heb ik hier s'avonds nog wel gezeten. Maar het ging gewoon echt niet. Het deed zo zeer. Dus toen dacht ik, voordat ik naar bed ga, neem ik nog een tramadol. Dan heb ik er misschien hopelijk 's nachts geen last van. Nou, en wat er toen gebeurde, je zou zeggen van een tramadol raak je helemaal onder zeil. Ik heb het 3 uur zien worden. Ja, dat vond ik ook een beetje bizar. Ik kon gewoon niet meer slapen. Ik kon echt niet meer slapen. Maar goed, vandaag weer gewerkt. Dus dat was een lekker dag op te werken. Oeh, dat was echt zwaar vermoeiend, maar goed. Toen ben ik uit mijn werk weer toch maar even gaan slapen. Heb ik gegeten bij mijn ouders. Benny en Yvonne waren er uit Zwolle. Dat was super leuk. Die hebben vandaag gefietst de hele dag. En die zouden blijven eten. Dus ja, die heb ik ook nog even gezien. Was super leuk. En nu ja, ga ik maar vroeg naar bed. Het is 8:30 en ik denk dat ik er zo in duik. Want ja, aan 3-4 uurtjes slaap op een nacht heb je niet echt genoeg, zullen we maar zeggen. Dus ik ga lekker even bijslapen vannacht. En dan is er alweer een einde gekomen aan deze weekvlog. Ik wil je bedanken voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer in de weekendvlog. Doei doei!